Ik ben Helien, ik ben 13 en ik ben Ophelia. Ik ben Anneleen, ik ben 14 en ik ben ook Ophelia. Ik dacht eerst dat Ophelia zo één persoon was, maar het was blijkbaar een groep. En je leert ook andere mensen en andere Ophelia's zeg maar kennen. Het is echt zo'n grote vriendengroep geworden. We beginnen elkaar meer te begrijpen en beter te kennen, ook hun Ophelia en henzelf. En ik vind het eigenlijk echt superleuk. Onze zoektocht is begonnen bij Ophelia. Wat dat een van de hoofdpersonages eigenlijk is voor mij, in mijn ogen, althans in Hamlet. Maar die heel weinig aanwezig is. En ze is vooral gekend door het feit dat ze na haar eerste grote liefde voor Hamlet verdrinkt. Maar ik vond haar als opstart een interessant figuur. En het is eigenlijk een beetje een zoektocht geworden om haar ook een stem te geven. En wie zou Ophelia vandaag zijn? We hebben vorig jaar januari hebben 1 week gewerkt en toen kwam het virus en de lockdown. Er zijn 2 premières uitgesteld en het project heeft ook al verschillende serieuze ingrepen en bochten gemaakt. We hebben eigenlijk in februari beslist of zo van het te verfilmen. Maar we zaten natuurlijk met inner materiaal van alle improvisaties om hoe zou dat materiaal werken als je dat ook filmt. Dus eigenlijk, we hebben een uitsnede gemaakt uit een leven dat gebeurt, het leven van 12 Ophelia's. En je beseft dat je maar een stukje ziet van hun wereld en dat het frame eigenlijk imaginair veel groter is. Dus je kijkt naar een grote monoliet, noemen wij het altijd, ja. Waarop dat die 12 portretten van 12 jonge meisjes worden geprojecteerd. En zo, ik heb het gevoel van de liefde is voor de meisjes, maar soms ook voor ons nog, af en toe te. Dat is te veel en te groot en te moeilijk en te... En hier krijg je ook een beeld dat te. Ja. Ze zijn bijna te aanwezig, je zit te dichtbij, ze zijn te mooi. Ze zijn, en dat, ja, die frictie vond ik heel spannend. En ook wat dat waarschijnlijk mee bepaald is door de tijd waar dat we nu in leven met dat virus, het isolement. Ja. Ze worden heel erg in een soort kader vastgezet waar dat ze moeilijk uit kunnen en waar dat wij als makers ook moeilijk uit kunnen. Ja. En ik merk dat ik als maker veel beter functioneer en veel scherper kan denken als ik een heel helder kader heb. Ik vind dat iedereen sowieso er naar moet komen kijken, want hoe jong of hoe oud je ook bent, aangezien dat de groep ook van jong tot oud gaat, wordt de liefde op zoveel verschillende manieren besproken of uitgebeeld, dat er sowieso voor iedereen wel een boodschap in zit.